Zo, welkom terug allemaal. Vandaag eindelijk de video rond het materiaal en de instelling die ik gebruikt heb bij het fotograferen op het Auto- en Motorsalon in Brussel begin dit jaar. Dus op mijn blog zijn de foto's al gepasseerd ondertussen. Ik zal hier ook een aantal foto's en een aantal filmpjes van om de sfeer te schetsen ertussen voegen. En eigenlijk, ik had de jaren ervoor, dus vorig jaar had ik gefotografeerd met de Sony Alpha 7 met de 35mm f2.8 lens. Dus ik wist dat dit, de 23mm lens, is een equivalent voor Fujifilm. Dat dat een goede combinatie zou zijn. Ik heb die als backup ook meegenomen. Ik had toen wel de X-T2 bij, maar ik had eigenlijk geen enkele reden om de X-T2 te verkiezen boven de X-T1. De enige reden om de X-T2 te verkiezen boven de X-T1 is bij snelle bewegende onderwerpen, zoals bij sportfotografie. Omdat de X-T2 sneller is bij het autofocussen. Verder had ik uit die ervaring van de jaren ervoor, ik wist eigenlijk dat ik qua instellingen altijd wel terecht kwam bij een f4, tenzij dat ik bepaalde details wou gaan isoleren. Een sluitertijd van een 125ste om los uit de hand te kunnen fotograferen zonder al te veel problemen. En dan een auto-ISO die tot maximaal 1600 ging. Dat is eigenlijk een goede combinatie die dag gewerkt heb. Heb ik een klein beetje onderbelicht. 1/3 tot 2/3 stops gewoon om hooglichten te beschermen, omdat digitale camera's meer moeite hebben met overbelichting dan met onderbelichting. Dus achteraf heb ik de foto's dan allemaal een klein beetje gepusht terug om de correcte belichting te bekomen. Dat zullen zowel mijn instellingen geweest zijn, maar ik wist ook wel van, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, had ik de X-Pro1 camera gebruikt en daarop had ik dan de 27mm lens gebruikt. Dus als deze lens die je hier ziet, pancake lens, de 27mm 2.8. Het grote nadeel van die lens was dat je eigenlijk op bepaalde situaties het gebeurt dat je niet verder achteruit kunt gaan door bijvoorbeeld als er andere motoren of auto's achter je staan, waardoor dat je eigenlijk de auto of de motor het onderwerp niet volledig in beeld krijgt. En dat had ik wel voor met deze 27mm, omdat dat een klein beetje nauwere beeldhoek is. Dus dan dacht ik, ja, misschien moet ik wel dit jaar het eens over een andere boek gooien en met een wijdere hoek gaan fotograferen. Dus daarom ben ik eigenlijk de dag begonnen met deze 10 tot 24mm f4 lens. Ik wist dat f4 geen probleem was. Maar ik wou vooral weten of ik dan die 10 of die 14mm, of ik dat wel zou gebruiken. En uiteindelijk, achteraf gezien, heb ik eigenlijk de hele dag vooral gefotografeerd tussen de 20 en de 24mm. Dus die 23mm was eigenlijk voldoende geweest. En het eerste wat me opviel als ik die lens uit de tas nam, als ik die camera op de camera gebruikte, was het gewicht ervan. Dus eigenlijk, op dat moment ben je onderweg met een vrij zware lens. Terwijl dat die veel compactere 23mm eigenlijk hetzelfde doet als je de hele tijd, of zelfs beter, de hele tijd op die rond die 24, 23, 20mm blijft werken. Nu heel, en dan heb ik wel rond de 18, 16mm gefotografeerd ook, maar 14 en 10 heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Dus breder dan 16mm heb ik niet gebruikt die dag. Dus dan denk ik eigenlijk dat voor volgend jaar dat ik de 16mm 1.4 ga gebruiken. Dus dat is deze lens. Die is dan wel even zwaar als de 10 tot 24 zoomlens, maar veel scherper van beeldkwaliteit. En je kan heel dicht op je onderwerp gaan met deze lens, waardoor je details nog veel beter in beeld kunt brengen. Ik kan opnieuw de 23mm als backup lens meenemen. En met deze heb ik het voordeel dat ik de hele dag op f4 kan werken, maar als ik bepaalde details fotografeer, dat ik ook altijd naar f2 of zelfs 1.4 kan gaan om echt heel beperkte scherptediepte te bekomen, om echt details in de verf te gaan zetten en te isoleren. Dus ik denk eigenlijk voor volgend jaar dat het deze lens zal worden die ik meeneem. En dan opnieuw de 23mm als backup. Want van die lens weet ik dat die geschikt is en dat die licht is. Zo, dat was het. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.